Ik vind het nou al bloedje geil. Ons Gwenneke is bezig met een sapkuur. Eerst even wat leuks, want ik ga een jurk uitzoeken. Morgen die première. Ik ontdek net deze jongen van de Coffee Company, limonade. Oh. Ja, kijk, ik heb het niet wel gezegd dat ik hier een jurk ging ophalen. Wij kennen elkaar gewoon van de basisschool in Uden. Hoe bizar is dat? En nu woont ze hier in Amsterdam en deze jurk heeft ze zelf ontworpen. Deze ga ik meteen raken, net als de vorige keer hier. Als je in de auto woont, zoals ik, dan is dit wel leuk. Dat dakje is zo fijn. Ik heb wel echt veel gedaan vandaag. Dat dan weer wel. Nu naar huis. En Monica Geus vlog kijken. Serieus, er zit een vlog geüpload. Zag ik dat ze gaat bevallen of zo. Ik weet het niet. Serieus, het voelt alsof ik een season finale kan kijken op Netflix. Ik kijk hier echt als een kleine mol de vlog van Monica te kijken in de vuilnis. In de boodschappentas, maar ik kan gewoon niet langer wachten. Er zijn hier allemaal mensen. Ik support de janken bij die vlog van Monica. Het is echt de allerliefste vlog die ik ooit heb gezien. My god. Ik zie eruit, jongen, als een fucking kleine buffel. Ik ga lekker slapen. Ah, oh. Dag, beest. 11 o'clock, midnight. Hallo. This is me. Ik weet niet of ik kan zeggen waar ik ben en of deze video dan al uit is, maar ik ben niet thuis. En ik ga nu een pyjama aantrekken. Wat ben ik aan het doen? Ja, nachtbrakers. Top. Ik sta op de wc van de McDonald's in een pyjama. Dit is niet per se de nacht die ik voor ogen had gehad, maar ik heb wel energie. Ik mag er niet mee nemen. Nee, maar jullie hebben me meegenomen naar McDonald's. Ik. Ik kan alsjeblieft. Leuke idee. Hey, maar je pakje is wel goed hoor. Luister, hey. Je kan je echt wel iets seksies van maken hoor. Sowieso. Zo dit zo opknopen. Ik vind het nou al bloedje geil. Het is van Lara Croft van de snacks. Lara Knof van de knipnuggets. Nou, voor de benen waar het nog niet voor duidelijk was, ik gedraaid voor nachtbrakers. Met Kai en Kai in de fucking McDonald's als verrassing. Het was mega intens. Die mensen van McDonald's waren heel erg streng en wij wilden gewoon een beetje rellen. Nu sta ik hier thuis weer. Het is fucking laat. Het is 3 uur 's nachts of zo. Ik had deze even niet ingecalculeerd. Maar het was wel leuk. In september, dan is de première van Mamma Mia, van de musical. Zullen we met z'n tweeën gaan? Ja! Ja? Oké.
Waarom is dit zo fijn? Waarom? Moet kijken, hè? Oh ja, dit is perfect. Oh. Ga door! Hell yeah. Vergist in de tijd, ik zou gaan eten. Ik dacht om 7 uur, toen zag ik in mijn agenda in mijn telefoon 6 uur staan. Bleek het 6:30 te zijn, het is 6:50. Ha! Nee, daar is die weer. Je zit weer in mijn vlog. En jij bent nieuw. Yay! Yeah. This is your boy, Rob. Oh, jongens. Daar want je. Let's go. This is the chocolate banana cake and the welcome to the rainforest. Here it is. Welcome. Oh my god. Thank you. Wow. Lekker. Thank you. Put the rainforest in my mouth. Ik ga het vloggen. Dit mag er niet in. Hoezo stelt jouw ding niet scherp? Omdat hij kapot is, het is een stuk tape op. Maar hij stelt gewoon echt niet scherp. Jawel, jawel. Wow, wat heb jij gedaan? Mijn hoofd wel. A cheeky day. Hi, nee, je moet daar staan. Waarom? Hi, wat super leuk dat je kijkt naar de eerste aflevering van Victor en Rolf bij Sushi Samba. En hier is ons eerste model. Ze heeft een heel mooi... Loop! Ze heeft een heel mooi zwart jurkje aan van de nieuwe collectie Winter van Victor en Wolf. Haar hakken zijn van Louboutin. Op moderne dans. We noemen haar ook wel Jamba. We noemen haar ook wel Gwemba. Heel mooi. Ons volgende model heeft een heel mooi blouseje aan van de kindercollectie. Met vlekken van de octopus. Hatte! Dankjewel voor jullie beeldige Albert Heijn collectie. Can you borrow your step? Yes, I'm going to eat. Oh, we kwamen hier gewoon om te eten. Het escaleert een beetje, want ze zijn nu op dit moment de step aan het vragen van de mensen hier achter hun. Ik heb het idee dat die mensen wel een stuk... Nee, ik moet niet hoor, toen ik klein was. Ik ben hier een beetje bang voor. Ik heb het idee dat die mensen step maar zich nu terug willen hebben. Super! En niet te boven, niet te boven, niet te boven. Kom bij jou! Die mensen nodig ons nooit meer uit voor ver. Ja. We hebben een hele rare fietser op het hier. Hier gaan we naar binnen. Graden in huis. En dan denk je, ga naar buiten. Ga zwemmen. Maar dat kan niet, want ik moet veel shit doen. En ik kan niet met mijn laptop in de zon gaan zitten. Je moet in de schaduw zitten. Die is hier in huis. Ik heb net een broodje met falafel besteld. En baklava. Oh jongen, slecht gaan. Ik heb eventjes mijn allerlaatste avondmaal gemaakt. Ik begin morgen met de sapkuur. Allerbeste timing ooit, want ik heb helemaal geen eetlust. Dus ik vind het niet erg om alleen maar sapjes te drinken. Ik weet de hele tijd niet wat ik moet eten. En alles wat ik eet is nu slecht. En het is goed soms om eventjes te resetten en eventjes te ontgiften. Dus daar ga ik morgen mee beginnen. 5 dagen lang. Ik ga dan de sapjes ophalen. Het is sowieso niet echt de bedoeling dat ik vandaag nog vlees eet en zo. Ik kan niet ontkennen dat ik straks 2 hamburgers op heb van de McDonald's. Maar laten we het even goed afsluiten nu met dit. Ik heb zojuist de sapjes gehaald. Woe! Jongens, temperaturen. Niet normaal. Het is niet, ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit eerder heb meegemaakt. Het is nu al 30 graden in huis. Wow, loop tegen een muur aan. 11:30. Let's go. Oké. Ik ga beginnen met ginger shot. En ik heb 1 keer eerder een ginger shot gehad. En dat was echt
Ik hou niet van ginger. Oh, ik vind het een beetje spannend. Oh my god. Oh. Oei, nou, let's start the day. Alex! Alekus, daar ligt ze. Welkom op de boot. Op de boot in Mykonos, of toch niet. Ons Gwenneke is bezig met een sapkuur, dat heeft ze leuk ingepland voor het weekend. En ik doe een rosé-kuur. Ja, ik ben echt kapot aan het gaan. Ik had al gevlogd over de sapkuur. Ik had gevlogd hoe ik een gembershotje nam. Dat is voor je werk. Afkoelen buiten en ik had de vlog nog niet afgesloten, dus dat ga ik nu doen. Vond je het nou leuk? Duimpje omhoog. Zet een comment onder hier, onder de video. Yes, daar. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik vond het leuk dat jullie weer hebben gekeken en ik zie jullie volgende week weer. Mazzel!